Na 3 jaar kon de traditionele Julianadorp Power Festival weer georganiseerd worden. De trekkers in verschillende gewichtsklassen streden tegen elkaar om zo ver mogelijk te trekken. De opening werd gedaan door burgemeester Jan de Boer. Hij ging de strijd aan tegen dorper van het jaar Michel Jansen en kreeg de trekker tot het einde. Ja, het heeft een paar jaar geduurd voordat jullie het Julianadorp Power Festival konden organiseren. Hoe blij zijn jullie dat het weer georganiseerd kan worden? Ja, het is hartstikke mooi. Ik kan wel zien ook de zoveel medewerking van iedereen. Van vrijwilligers, van sponsoren. Alles gaat eigenlijk naar wens. De baan had wat beter gekund, dat is het enige. Maar voor de rest is er best wel veel belangstelling, dus het gaat gewoon goed. Er komen onwijs veel mensen op af. Wat maakt dit zo'n leuk evenement? Nou, het is vrij toegankelijk, het is gratis. En het is gewoon gezellig en leuk. Hier komt iedereen tegen en iedereen wil erbij wezen. En het is prachtig weer, dat scheelt ook natuurlijk. Ja, je hebt natuurlijk hier trekkertrek. Maar wat is er daarnaast nog meer te doen hier? Ja, we hadden net al grasbaanraces, zeg maar. Of races, met de grasbaanmaaiers even over de baan heen te scheuren. We hebben nog de behendigheidswedstrijd natuurlijk achterin, waar iedereen ook al mee kan doen. En wat hebben we nog meer? Ja, springbussen en spijkerslaan en zulke dingetjes allemaal. En bier en de wouwdrukkers op het eind. Ja, hoe was het gegaan? Ja, de eerste trek verliep voor mij wel goed. Hoger dan verwacht, 77,5 meter. Dus ik ben tevreden met de eerste trek. En bij jou? Jazeker, ging 83. En een half, 83 meter 60 ongeveer. Dus dat ging boven verwachting. Ging even beter dan de collega, maar die komt er ook wel overheen. Ja, heb je nog een beetje voorbereid of was het gewoon trekken? Nee, we zijn de hele week bezig. We hebben met z'n tweetjes hebben we eerst even 4 trekkertjes omgebouwd. Speciaal trekhaakje, dat we mooi zowat tot op de millimeter kunnen verstellen. En ja, de instellingen goed gezet. En toen vol gas. En dan kijken wie het beste plekje op de baan kiest. En wat is er nou zo leuk aan trekken? Ja, het rook, het bier eromheen, de mensen. Ja, het is gewoon een mooi dorpsevenement zo. En wat is nou zo leuk aan het trekken zelf? Ja, het is gewoon donders mooi. Het is mooi werk. Mooi om een beetje met zo'n ding te spelen op zo'n baan. Even laten zien wat je in je trekker hebt. Tactiek is belangrijk. Ja, iedereen heeft allemaal een andere tactiek. Vanochtend zag je jongens, ja, die hadden de banden veel te hard, ja, dan kom je gewoon niet ver. En ja, dat moet je ook goed naar beneden werken, de banden druk. Ja, naast alle trekken zijn er ook demonstraties. Wat doen jullie? Wij rijden hier met gezondmaaiers in de ronde. Het lijkt op een gezondmaaier eigenlijk, maar het zijn eigenlijk zelfbouwers met crossmotorblokken erin of racemotorblokken erin. Ja, wat is er nou zo leuk aan om dit te doen? Ja, kijk, je rijdt op zo'n klein ding en je hebt onwijs veel vermogen op je achterwielen. Het is gewoon spelen met zo'n apparaat, joh. Je geeft gas en de achterkant breekt uit. Je gaat alle kanten op. Ja, wat is er nou zo leuk aan dit evenement? Ja, gewoon de gezelligheid wat je hier hebt. Hè. Je bent alles met elkaar. Iedereen is met elkaar. De samenhorigheid is lekker. Het is gewoon lekker een biertje erbij. Ja, het is gewoon geweldig.